Welkom bij aflevering 5 van Metal for Dummies. Wat gaan we vandaag doen? We gaan kijken naar arpeggio's, fingertapping en tapped arpeggio's. Maar voordat het zover is, gaan we eerst even kijken naar de spullen die ik gebruik. Dit is een EVH Wolfgang Special Stelt uit 2012. Dat stelt slaat op het feit dat hij helemaal mat zwart is. En ook met een zwarte fingerboard, een ebony fingerboard in dit geval. En dat stel, dat, ja, dat refereert weer zeg maar aan de stelbommenwerpers en helikopters van de Amerikanen. Ja, hij ziet er behoorlijk metal uit, dus het is een zeer gewelddadig instrument, kan ik je vertellen. Wat valt verder op die gitaar? Uiteraard, hij is van Fender, hè? Hier staat een F'je. Wat opvalt is, deze gitaar heeft zoals vele Fenders, de meeste Fenders eigenlijk, een geschroefde hals. Dat betekent als er iets mee is dat je hem makkelijk kan vervangen. Hij heeft een scale length die bij Fender bekend is, 25,5 inch. Dus langer dan, dus ietsjes langer dan de Wolfgang Custom USA die ik heb laten zien vorige keer. Het afstellen van de hals, dat gebeurt hier. Dat is bij eigenlijk alle IVH-gitaren is het zo, dat is ontzettend handig, omdat je niet hier zit te pielen zoals bij Gibson of Fender, die hebben allemaal hier, dat je hier dat moet afstellen en er zit die snaar in de weg, je moet in een kapje weghalen. En als er iets aan de hand is, je steekt een schroevendraaier of een stukje een busje erin en je kan hem afstellen. Volgens mij komt dit bij Charvel vandaan, ook een merk van Fender, en Charvel is in het begin jaren 80 bekend geworden door zijn Superstrats. Een Superstrat is een Fender Stratocaster model met een humbucker, ja, dus geen single cam, maar een humbucker in de bridge, in de brugpositie. En dat is eigenlijk populair geworden, populair gemaakt door Eddie Van Halen, die was de eerste die dat deed. Wat valt verder op? Een Floyd Rose brug met een locknut, om ervoor te zorgen dat de snaren eigenlijk altijd in tune blijven. Het verschil met de Ibanez met de Floyd Rose, is dat dit is geen zwevende brug. Deze zit op de body geschroefd en kan eigenlijk alleen maar naar beneden. Dus ja, hij kan niet omhoog. Eddie Van Halen heeft dat gedaan omdat hij vindt dat hij daarmee meer systeem krijgt. Dus een beter geluid uit zijn gitaar. Bijkomend voordeel is dat als hij staat breekt dat hij minder snel ontstemd is. En het ook makkelijker is om snaren te vervangen en ze weer snel gestemd te krijgen. Dat is met een zwevende brug veel moeilijker. Wat is er verder met deze gitaar aan de hand? De tokken switchen op zijn kop, net zoals al die andere gitaren. Dus omhoog betekent die, omlaag betekent dit element en in het midden allebei. Daarbij heb ik er nog een kill switch gemonteerd. En in combinatie met de whammy bar geeft het natuurlijk hele gaaf effecten. Zoals... Ja? Dan, wat valt verder op? Een detuner. Dat is een uitvinding van Eddie Van Halen, want het past alleen op de brug, op de body geschroefde Floyd Rose bruggen. En wat doet dat? Met de standaard tuning kun je heel makkelijk en snel naar het drop D tuning gaan. Shellatonic Trinity Reverb en MXR Carbon Copy Delay. Reverb is in het Nederlands galm en delay is in het Nederlands echo. Dus dat is wat deze pedalen doen. Ik zal ze eerst laten horen. Ik zal het even laten horen droog. Je hoort helemaal niks. En als ik de reverb aan doe, hoor je dan nog het geluid ietsjes wegsterven, dus het geeft iets meer ruimtelijk effect. En als ik de delay bijschakel, dan hoor je dat hij bij mij ongeveer 3 keer na eilt, zeg maar, en dan afsterft. En dat geeft een mooi ruimtelijk effect. Deze pedalen heb ik bijna altijd aanstaan, 99% van de gevallen. En met distortion klinkt dat dan zo. Dit is te hoog. En met
met de reverb en de delay aan. En dat is vooral met soleren klinkt het wel gaaf. Dat was hem. We gaan aan de slag. Oké, okay. Ik ben er weer even bij gaan zitten. Arpeggio's. Arpeggio, het woord komt uit het Italiaans en staat voor harp. En zoals een harp vroeger gespeeld werd, dat waren allemaal losse snaren achter elkaar. Nou, een arpeggio is eigenlijk een akkoord waarbij je de snaren één voor één speelt. Dus vandaar dat dat dan lijkt op een harp. Nou, persoonlijk vind ik dit het moeilijkste onderdeel van gitaarspel, goede arpeggio spelen. Als je wil weten wie dat heel goed kunnen, dat is bijvoorbeeld Michael Schenker. Maar in mijn optiek is de koning van de arpeggio's Ingu Malmsteen. Dat is echt en moeilijk en nog eens razendsnel. Nou goed, dat gaan wij hier niet doen. Ik ga alleen laten zien wat een arpeggio is. En je kan zelf allerlei arpeggio's zelf verzinnen. Nou, hoe klinkt een arpeggio? Een arpeggio klinkt bijvoorbeeld als dit. En dat kun je dus heel, dat zou je bijvoorbeeld heel snel kunnen spelen. Een voorbeeld van een arpeggio is bijvoorbeeld deze. Uit Mr. Crowley van Ozzy Osbourne, gespeeld door Randy Rhoads. En die lijkt op het volgende voorbeeld en dat klinkt als volgt. En op de snelheid van het nummer, dat klinkt als volgt. We gaan kijken naar fingertapping. Bekend geworden door de Eddie Van Halen. Op de eerste LP van ze in 1978 van Halen 1. Van mijn t-shirt. En daarin kwam hij met Eruption. Een nummer dat de wereld schokte, want dat is ongekend, was nog nooit vertoond zoiets. En daarom maakte hij heel veel gebruik van fingertapping. En niemand wist nou precies wat hij nou aan het doen was. Fingertapping. Je slaat de snaar aan met je vinger en trekt hem eraf. Dus een soort pull-off met je rechterhand. En dat doe je met je linkerhand ook. Dat is een hammer-on en pull-off techniek. Dus kijk bijvoorbeeld dit. Ja, en daar kun je allemaal variaties mee maken. Wat hij verder nog gebruikt met fingertapping was bijvoorbeeld dit. Dus. Nou, als je die twee dingen met elkaar combineert, dan krijg je tapped arpeggio's. Bijvoorbeeld een nummer Hot for Teacher van Eddie van de Van Halen. Daarin gebruikt hij ook fingertapping, maar dat gaat dan als volgt. Hoe klinkt dat nou snel? Je hebt een beeld bij het idee. Dit is redelijk zwaar om te spelen. Je ziet hier meteen al een spier groeien. Vanwege de stretch. Stretch is niet mijn sterkste ding. Dus het kost me heel veel moeite om de vingers aan elkaar te krijgen. En dat gaat dus hier opspelen. Als je lange vingers hebt,
Ja, dan heb je wat meer voordeel en dan is het makkelijker om de stretch te houden. Ja, dus dit is een tap arpeggio. Oké, dat was hem. Ik ga zo meteen een nummer spelen. Dat heet Panama van Van Halen. En in dat nummer komen de belangrijkste technieken voor. Dat zijn arpeggio's, tapped arpeggio's. Octaven, de octaaftechniek komt erin voor. Squeals. En uiteindelijk ook alle andere technieken die we hebben gedaan. Maar vooral de fingertapping komt hier zo meteen nog in naar voren. Dus ik zeg tot de volgende keer.